We zijn hier bij de opening van de nieuwe loodsen, de Limburgse Vleugels, Vliegveld Genk, Zwartberg. De oude loodsen waren stil aan de klein geworden, bouwvallig. En we kregen een goed voorstel van privé-investeerders, zodat die samen voor ons en voor hun een totaal nieuw complex gebouwd hebben. Hier achter ons is het gedeelte van de Limburgse Vleugels, waar alle vliegtuigen van de Limburgse Vleugels kunnen gestald worden, zowel motorvliegtuigen als zweefvliegtuigen. Er is ook een atelier voorzien waar de zweefvliegtuigen kunnen onderhouden worden. Boven die atelier is er een eerste verdiep waar burelen en vergaderzalen, leslokalen kunnen georganiseerd worden op termijn. Drie enthousiaste vliegfanaten, Dirk Corée, Luc Hellings en mijzelf, Luc Thijs, hebben het idee of een droom kunnen verwezenlijken. We zitten hier in een mooie hal die wij gebouwd hebben, wij met ons drie, in samenspraak met de gemeente Genk en met de club de Limburgse Vleugels. Dit is een toekomstbeeld wat wij willen uitwerken naar educatieve, recreatieve en het economisch te laten dragen. Wij hebben nu de gelegenheid om dat toe te zeggen, om straks voor Limburg, toch niet onbelangrijk, een van de grootste vliegscholen te worden, waar later toch volwaardige piloten kunnen uitgroeien. Wij hebben natuurlijk een heel grote dank voor twee instellingen om dit kunnen te realiseren. Met name de stad Genk, met hartelijk dank. En onze club, de Limburgse Vleugels. Zonder hen was dit onmogelijk. Maar wij hebben iets erbij gebracht met ons drie. Dat kan. Om iets moois te realiseren. Wat jullie hier in oogenschouw hebben. Wat doen wij? Wij bouwen een hangar natuurlijk voor onze mooie vliegtuigen te kunnen stallen. De club hetzelfde, maar die doen nog veel, veel meer. We willen namelijk een bijdrage doen, onze passie overbrengen naar de nieuwe en de jonge generaties. Namelijk het vliegen, het leren vliegen met alles wat daarmee te maken heeft. In de overeenkomst tussen de Limburgse Vleugels VZW en de BVWA Flight Advice werden zeer concrete voorwaarden bedongen om geen interferentie te veroorzaken tussen de activiteiten van de Limburgse Vleugels, Flight Advice en de gevestigde bedrijven. Dus een win-win situatie voor de hele vlieggemeenschap Vliegveld Genk-Zwartberg. Dames en heren, als van onderuit al 58 jaar lang hier een schitterende club kan gedijen, dan kunnen bedrijven hier natuurlijk ook alleen maar gedijen. En dat bewijst deze samenwerking, deze prachtige hangar waarin opleidingen, maar waarin ook de club en anderen hun thuisbasis zullen vinden.